De bond bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM is per vandaag in actie. Alleen de afdeling waterproductie heeft dispensatie. Voorlopig hoeft de samenleving niet te vrezen dat er geen water uit de kraan zal stromen. De bond was met de directie een verhoging van 275 SRD overeengekomen en een lumpsum van 1200 SRD. Aanvankelijk was getracht een verhoging van 500 SRD en een lumpsum van 1500 SRD eruit te halen. Helaas ging de aandeelhouder hier niet mee akkoord. Uit protest heeft het personeel het werk neergelegd en heeft zich vandaag aangemeld in het gebouw van C47. Voorzitter van de bond Rudy Baar zegt dat de bond bereid is te zoeken naar oplossingen voor deze kwestie. Zorgen dat de gemeenschap niet de dupe van wordt. De bedoeling is nooit dat we de gemeenschap gaan duperen. We willen gewoon dat het wordt uitgevoerd. Daarom zijn we hier met de mensen, maar we zorgen wel dat er water is uit de kraan komt. We begrijpen dat de meeste maatschappijen of de bedrijven van de staatsbedrijven die toch wel heel wat privileges hebben. Hoe zit dat bij de SWM? Hoe bedoelt u met privileges? We begrijpen uit berichten bijvoorbeeld vandaag dat de EBS bijvoorbeeld 60 privileges heeft. Hoe zit dat bij de SWM? Bijvoorbeeld gratis stroom, gratis gasbom. Hoe zit dat bij de SWM? We hebben niet geen privileges zodanig. Alles wat we hebben, we hebben ervoor gestreden. Het is niet van de een op het andere moment gekomen. Het heeft een geschiedenis. Als wij korting krijgen op water, dan hebben we het gehad. Ja. We hebben ervoor gestreden. En we hebben recht erop. Het mag geen probleem zijn, denk ik. Elk bedrijf heeft zo zijn privileges, toch? De minister heeft ook zijn privileges, toch? Zo werkt het. De bondsvoorzitter geeft aan dat volgens de directeur het bedrijf de financiële aanpassing wel kan dragen. Middels een presentatie over de financiële cijfers heeft hij dat aangetoond. Het is dus vreemd dat de aandeelhouder alles on hold zet, zegt Baar. We hebben een afspraak gemaakt en de directeur heeft zelf gezegd dat het kan. Het is een kwestie van hij moet groen licht krijgen, dan wordt het uitbetaald. Wat is de worst case scenario momenteel? We hebben geen enkele scenario, we wachten gewoon. We zijn wachten en we zien. De tijd zal het leren. Aldus Rudy Baar, voorzitter van de bond bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM. Het personeel van het bedrijf is per vandaag in actie. Alleen de afdeling verantwoordelijk voor waterproductie heeft dispensatie.